kijk, als je nou van tevoren een beldhuist vent was te hebben was, dan had ik het hier zelf zien kan laten kennen, maar nou moet ik het uit de bak draaien. Ik heb een stukje beeldmateriaal. En dat is van een jonkje die in de binnenstad van Leeuwarden ergens in de jaren 50 aan het autopetten is. Met een step. Dan vraagt hij mij van wat wist al metgeven. En dat is wel een beeld wat ik misschien wel metgeven wil. Ook al omdat het eigenlijk niet meer door de binnenstad, een jonkje, ken ik meer door de binnenstad steppen. Toen zei hij een lichtelijke dead wish had, want de moest nou wel echt wel durven hoor, om als jonkje door de stad te steppen. Dan wees ik binnen Leeuwarden. Ja. Ik hou van deze stad, maar ik vind dat ook wel een klein beetje, we zijn ook wel wat verloren ergens. En misschien is dat jonkje op die step daar nog wel het meest sprekende voorbeeld van. Nog los van het feit van al die andere dingen die allemaal verdwenen binnen. En wees wel, allemaal mooi en zo. En, hè? De klanderij is er niet meer. En dingen, dat is, dus, als jij ze wassenaar aan ze voor hebt, of hebt al die andere oude snuiters waar ik ondertussen voorzichtig aan ook richting ga. Want we komen op een leeftijd. He, daar is het ook begist te zeiken over dat soort dingen. He, het is allemaal vet, het is allemaal beter. Als ik dan nou een plaatje metgeven met op de kip, dan zou ik die dit metgeven willen. Dus vraag van nou, vanwege de achtergrond in archieffilms, he, nou, dan is dit een plaatje. En waarom? Ik mis kinders op een step, op straat. Die mis ik. Als ik kinders tegenwoordig zie, dan hebben ze zo'n ding op. Of dan hebben ze deze dingen. Dat is ook fantastisch. Ik bedoel, als ik 12 jaar geweest was, had ik ook zo'n ding hebben om en die op een kop. Maar toch. Ik zie het aan mijn eigen bijna 14-jarige zoon. Die komt uit school. En zit hij niet achter de computer, dan zit hij wel achter de PlayStation of achter de Wii. En anders dan hangt er, en dat hebben we zelf helemaal gedaan, want we hebben die rotzooi zelf voor hem aanschaft. En anders dan hangt er wel zo'n kleren ding, zo'n glazen oog aan de muur, waar hij dan met de gedien dicht naar zit te kijken. En buiten komen, dat doet hij niet. In onze tijd was televisie natuurlijk op woensdagmiddag om 4 uur begonnen had. En op zaterdagmiddag haast een beetje, dus heel veel speelgoed hadden wij niet. Ik bedoel, natuurlijk hij heeft wel wat blokjes en wat soldaatjes en wat autootjes. Maar als ik nou zie hoeveel speelgoed en hoeveel mogelijkheden dat er nou is. Dus ja, wij gingen naar buiten toe. Wij gingen naar buiten toe en dan had hij een pielkebus. En als het een beetje een handige vader had, was daaronder een houten kolf monteerd. En anders dan moest dat er maar bij bedenken. Maar het genoegen om bij net die ene buurman die verderop in de straat woonde en waar iedereen om onbekende redenen een hekel aan had, zoveel mogelijk pieletjes bij zijn openstaande slaapkamerraam in te schieten. Dat gaf hem dusdanig genoegen en bevrediging. Ik weet niet of dat wel met een PlayStation 2 halen kerst. Voor mij niet. Ik wil toch opteren voor een pielkebus. Een pielkebus 2. Pielkebus 2. Kijk, wij hadden het voordeel, wij woonden aan de rand van de stad. Bij Cambuur. Dus er was 2 straten verderop. En er stond ook buiten de stad. En dan is Leeuwarden misschien wel op zijn best, Matten. Als het Leeuwarden van een klein afstandje bekieken kerst. Erin is mooi. Krek de buiten. Nog mooier eigenlijk. Toen wel. Wij hebben ons werk op Hemrik. Ik zit dus vooral op een industrieterrein. Daar gaat mijn grootste gedeelte van mijn werkend leven gaat eraan voorbij. Dus die keren dat ik nou nog eens in de stad kom, is de rotzooi ook allemaal weer veranderd. Nogmaals, ook ten goede hoor. Ik denk dat het met het Saailand wel goed komt.
ik denk dat het met Amicitia wel goed komt. En anders dan kijken we daar ook gewoon weer 30 jaar tegenaan. Dat scheelt. Het gebouwen staan tegenwoordig ook in 100 jaar meer. Dus dan breken we ze wel af. Dus ik heb een hele genoegelijke jeugd in Leeuwarden gehad. Juist omdat het een slaperig provinciestadje was.